Na de avondboterham moeten Rosa en Engeltje al naar bed. Veel te vroeg. Dat is stom, vooral omdat alle grote mensen veel langer opblijven dan anders. Rosa wordt wakker omdat mama zachtjes over haar hoofd aait. Het moet midden in de nacht zijn, want het is pikken donker buiten en het is stil in de barak. Als Rosa rechtop gaat zitten, ziet ze dat alle vrouwen wakker zijn en de meeste kinderen ook. Ze wachten ergens op en Rosa voelt dat het om iets naars gaat. Mama klimt op Rosa's bed en slaat een arm om haar heen. Bij de deuropening staat een meneer die de baas is. Blijven herhaald worden, blijven gezegd worden, blijven herdenkt worden. Blijven dankbaar zijn dat je nog een vrijheid hebt. Heel veel landen hebben dat niet. Denk maar aan Oekraïne, Rusland. Zo kun je er nog wel meer aan toewijden. Familieleden die je verloren hebt. Thank you.
bijzonder. Je kan er gewoon in. Ik loop nu in een van de barakken. Dit komt echt binnen. Dat is niet normaal. Ze hebben stalen constructies neergezet omdat de houten het niet meer hielden. Niet normaal, jongens. Echt niet normaal. Hoe dan? Hoe heb dit kunnen gebeuren? Hoe? Waarom? Waarvoor? Waarvoor moesten er zoveel mensen sneuven? Dat is niet goed. En deze tijd met polarisatie helpt ook niet. Dus jongens, wees alsjeblieft wat liever voor elkaar. Dat is veel beter. Accepteer gewoon zoals je bent. En de persoon ook. Het zijn allemaal mensen. Allemaal dezelfde dingen bijna in het leven. Maar doe dit elkaar niet aan. Echt niet.